Technische innovatie binnen de zorgsector is volop in ontwikkeling. Het is voor iedereen die in de zorgsector werkzaam is, dan ook goed om regelmatig de nodige kennis met elkaar uit te wisselen. Vandaag was het mogelijk tijdens de 15e editie van Health Valley in Nijmegen. Het thema dit jaar is Transition in Healthcare. Ja, hoe moet die arbeidsmarkt er nu uitzien binnen de zorg? Hoe ziet de toekomst eruit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zijinstromers komen? Dus op die manier proberen we ervoor te zorgen dat de praktijk ook ruim vertegenwoordigd is, om het zo te zeggen. Het is ook vooral bedoeld als een dag van ontmoeting. Mensen hebben elkaar lang niet gezien. Mensen zijn bezig om bepaalde vraagstukken op te pakken. Kijk, hoogover is het zo dat alle mensen die hier zijn, die hebben een hart voor de zorg. Je hebt een passie voor de zorg. En die willen heel hoogover, willen iets meer bijdrage leveren om de zorg betaald te houden, toegankelijk te houden en van een kwalitatief hoog niveau. De ontwikkelingen op het gebied van technische innovatie gaan snel. En daarom is dit evenement een belangrijke dag voor veel professionals. Nou, vooral om te kijken wat de stand van zaken is voor meerdere bedrijven, netwerken en ook nieuwe dingen leren. Ja, ik vind het gewoon inspirerend om te zien wat andere start-ups doen. Maar ook voor het netwerken komen ook interessante prospectieve klanten eventueel hier voorbij. Met twee doelen. Enerzijds netwerken met collega's in de zorg en in de zorgindustrie. En anderzijds ook rondom de AI in de zorg, omdat daar een aantal presentaties zijn. En AI is voor het DGE in de opkomst nu. Dat wordt heel erg belangrijk met de nieuwe wet- en regelgeving die er dit jaar aankomt. Welke bedrijven eigenlijk waarmee bezig zijn, hoe ver ze zijn. En waar een bedrijf waar ik weer voor werk, kijken waar ze de ondersteuning kan zijn. Wat wel belangrijk is, dat op een dag als vandaag, dat de kennisinstellingen, die ontmoeten zorgorganisaties, die ontmoeten innovatieve ondernemers. Ja, en die drie die kunnen niet zonder elkaar. En wij als Health Valley proberen er een verbindende rol te spelen om ervoor te zorgen dat innovaties met name van de grond komen. De innovaties zijn volop te bewonderen, van robots tot nieuwe apps. En Nijmegen is daarvoor de ideale plek. Nijmegen is zeker een stad van innovaties. Als je kijkt naar het aantal ziekenhuizen, aantal zorgorganisaties, dat het nu gaat over de ouderzorg of over de zorg van de mensen met een beperking, dan viert innovatie hier de boventoon. Er zijn veel innovatieve ideeën, waardoor we ook hier in Nijmegen kunnen zeggen dat Nijmegen echt een stad van innovatie is, de City of Health. Dat is ook een slogan, de City of Health, maar die moet je wel waarmaken. Maar er zijn tal van innovatieve ideeën die vanuit het Nijmegense voortkomen.